Achter de schermen van de safari is een bastard gemsbok geboren. Bastard gemsbokken zijn antilopen die normaal in Afrika leven. Het zijn kuddedieren die wel 300 kilo zwaar kunnen worden en enorm gespierd zijn. Maar dit jong is natuurlijk nog klein en hij ligt helemaal alleen. Het zijn afleggers. Ze wil zeggen dat ze het jong eerst ergens neerleggen. Laten ze drinken, ze likken het schoon. En dan gaan ze verder met voedsel zoeken en dergelijke. En dan komen ze om de zoveel uur komen ze terug om het jong te voeden. De moeder is nou ook gewoon buiten in een aparte ren. En na een aantal uren halen we die dan weer naar binnen om weer bij het jong te laten.